Het is weer een dag, jongens. Gisteravond, zondagavond, kreeg ik 2 telefoontjes. 2 goede collega's zijn allebei ziek, verkouden. Dus de hele planning is ondersteboven. Helemaal door de war. Wij zijn door de war. We zouden vandaag een badkamertje starten. Dat hadden we eenmaal ingepland. Dat hier een team zou starten. Ik zou verder gaan met de sauna. En andere jongens zouden ergens anders heen gaan. Alleen ja, nu gaat het niet. Dus we hebben alles om moeten gooien. Echt op het laatste moment. Dat is eigenlijk het vervelendste wat je kan hebben. Maar goed, geen probleem. Dat betekent nu dat ik een badkamer moet gaan slopen. Samen met Fikri en nog een andere collega. En het is best wel een karweitje. Want we moeten best wel veel lopen. Het is allemaal niet zo handig. We konden ook hier niet zo'n slurf plaatsen. Dit is de route die ik moet afleggen. Jongens, als je spullen aan het tillen bent of zware dingen, zorg ervoor als je tilt dat je je rug recht houdt. En als je een zak tilt, hou hem zo dicht mogelijk bij je lichaam en met een rechte rug omhoog. Ik zal het even demonstreren. Dat is echt belangrijk. Ja. Let op, ik doe even dit even af, dat is wat makkelijker. Dit is het zak, hoor. En je houdt hem. Je gaat eerst door je knieën en zorg dat je rug recht is. Je houdt hem dicht bij je en dan ga je met je knie omhoog. He? Dus op deze wijze. Dit heeft eigenlijk een paar voordelen. Een van de grootste voordelen wat ik vind is dat je echt je dijen en je spier van je achterwerk aan het trainen bent. Want dit is echt een goede workout, jongens. Als je dit gewoon 30 keer, 40 keer doet op een dag, nou jongen, dan komt het wel goed. Ten tweede is natuurlijk dat je je rug goed spaart, hè. Want als jij zo gaat tillen, dan ben je met je wervels, met je rugspieren aan het tillen. En dat wil je niet. Dus op deze manier. Let op. Zo dicht mogelijk. En dan omhoog. En hou dit gewoon dicht bij jouw lichaam. Als je hem... Ik ga het nou even demonstreren. Als ik hem zo ga houden, ik voel het nu helemaal in mijn rug. Ik voel het overal. Maar als ik het zo heb, ben ik veel sterker. En dit gaat gewoon veel beter. Dus deze manier. Weet je wat ook belangrijk is, jongens? Ik draag liever 2 lichte zakken dan 1 hele zware zak. Dus jongens, maak die zakken gewoon niet te vol. We zijn natuurlijk ongeveer 80 centimeter hoog. Het is niet de bedoeling dat die helemaal vol komt te zitten met puin. Maar je mag hem best gewoon tot ongeveer de helft vullen. Je moet gewoon ervoor zorgen dat hij ongeveer een kilootje of 20 max is, vind ik. 25 vind ik eigenlijk al veel te zwaar. 20 kilo is prima, 15 kilo nog beter. Want weet je wat, je moet gewoon eenmaal lang meegaan en je wil gewoon dit werk gezond blijven doen. Want als jij pijn aan je rug hebt, dan werk jij gewoon een stuk minder prettig. Het is helemaal onder de stof. Dat was de laatste zak, jongens. We gaan nu een beetje aanvegen. We gaan nu snel even naar de sauna. We moeten wat dingetjes daar doornemen met de klant. En dan morgen gaan we weer verder. Ik ben nu in Katwijk, ik moet met die jongens even de maten doornemen. En dan gaan we lekker verder met de vloerverwarming. Altijd zonder auto, we gaan nu verder met de vloerverwarming infrezen. Ik heb diverse berichten binnengekregen van kun je laten zien hoe je de vloerverwarming intekent. En vandaag ga ik dat aan jullie laten zien.
We beginnen eerst daar zo. Maar voordat we verder gaan, ik kan met deze kleren, gaat mij niet lukken, want ik ben gewoon met mijn werkbroek en dit. Dus ik ga even andere kleren aandoen. Zo. Gaan we nu verder met de vloer aftekenen. Hier is mijn vloerverwarmingspomp. Ik kom hier met dus mijn vloerverwarming, retour en aanvoer. En ik hou hem 40 centimeter vanaf hier. En waarom doe ik dat? Omdat ik hier nog andere twee leidingen heb. En ik moet natuurlijk die kant op gaan. Dus ik ga vanaf hier 40 centimeter die kant op. Zodat dit stuk... Ik merk dat dit best wel lastig is om uit te leggen. Ik ga het gewoon voor jullie uittekenen op papier. En ik denk dat dat dan begrijpelijker gaat worden. Want als ik dit op deze manier moet gaan uitleggen, dat gaat niet lukken, jongens. Oké, jongens, laten we beginnen. Dit is een grove schets, jongens, dus het klopt niet helemaal. Maar het gaat om dit principe, zodat je weet hoe de slakkenhuispatroon werkt. Je begint eerst met de retour en die hou je 20 centimeter van de kant. Want later komt je aanvoer terug 10 centimeter van de kant. Als je het echt perfect wil doen, dan moet je je vloerverwarming uit laten tekenen door een fabrikant. Die berekent voor jou ook de kilowatts en de route. Dat is eigenlijk veel makkelijker dan je het zelf gaat tekenen. Maar ik hoop dat dit duidelijk is. En natuurlijk er zijn verschillende lichtmethodes. Sommige bedrijven doen het anders. Het gaat er uiteindelijk om dat je het goed doet en dat je weet waar je mee bezig bent. Is het nog niet duidelijk, jongens? Dan is het helemaal niet verkeerd om een cursus te nemen. Zo blijf je bij de les. Deze ga ik zo brengen. Zo. 10 centimeter vanaf hier. Dan 10 centimeter vanaf daar. Zo gaan we pakken. We gaan met deze lijn eerst beginnen. En dan komen we later hier terug. Dus die is zo en die is zo. Pijltje die kant op, pijltje terug. En later wordt dit onze aanvoer. En waarom? Omdat dit het leiding wat aan de buitenkant zit. En stel voor dat dit een gevel is of een raam. Dan wil je je warmste leiding zo dicht mogelijk op de koude gedeelte hebben. Dus bijvoorbeeld een raam of een deur.